go! Wat god, nee! Ja, nee! Wat god, nee! Nee, blijf staan! Godverdomme! Kelvin, mijn naam is Kelvin, ook wel beter bekend op YouTube als Kalfijn, die ene man, als je begrijpt wat ik bedoel. Hey. Dames en heren, jongens en meisjes, Kelvin, what's good? Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben de enige man die hier ook zit met deze hele enge horloges. Hey, what's good? Bos zo zwaar, ik heb een rolstoel nodig hiervoor. Die hangt gewoon een paar duizend euro om mijn arm, maar goed, dat maakt helemaal niemand uit. Want ja, hey, geld maakt niet gelukkig. Snap je wat ik bedoel? Ja! Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelvin, doe dat dan sowieso door je eventjes te abonneren. Op mij. Ik zweer het je, ik heb nog niemand gehoord die de Kelvin gejoind heeft, die achteraf spijt heeft gehad. Het is één grote gezelligheid. Het is voor de mensen die gewoon even blij willen zijn, snap je? Het is voor die mensen die denken, hey, het maakt niet uit hoe fucked up de wereld is. I'm gonna have some fun. Zo leef ik in ieder geval mijn leven, want we doen gek, want we zijn al lang normaal genoeg. En over gek doen gesproken, vandaag gaan we weer iets doen waarvan we met z'n allen natuurlijk denken, oké, Kelvin, what up? Mocht je al wat langer in de Kelvin zitten en mocht je mij al wat langer kennen dan vandaag, dan weet je dat ik een serie heb op mijn kanaal waarin ik YouTubers roast. En dat doe ik op de zo grappig mogelijke manier. Want ja, dat is de reden waarom ik het doe. Ik doe dit om jullie aan het lachen te maken. Ik doe dit om de YouTuber aan het lachen te maken en om hem een klein beetje voor schut te zetten. Maar goed, hey, dat tezijde. Maar daarnaast moet je ook weten dat ik deze grappen schrijf omdat ze fucking grappig zijn. En ik vind dat je overal grappen over mag maken. Dus fuck jullie allemaal. Bedankt voor jullie aandacht. Maar goed, kort gezegd zit het programma als volgt in elkaar. Ik zit hier en roast iemand volledig. Ik maak iemand helemaal kapot. Pot. De YouTuber reageert daarop, dus jullie kunnen live zien wat de YouTuber ervan vindt. En nou ja, dat is het eigenlijk. Ik ga er maar niet omheen lullen, dames en heren. Mijn naam is Kalfijn en vandaag is het tijd voor de roast of Dionne. Let's go. Ik hoorde dat ik Dionne mocht gaan roasten, was ik zo intens blij, hè. Ik dacht, oh, eindelijk. Ik mag een lekker wijf gaan roasten. Holy shit, eindelijk een lekker wijf. Nou... Maar dan begrijp je vast wel dat ik extreem teleurgesteld was toen ik erachter kwam dat het niet ging over Dionne Staks. Oh! Nou goed, nee, het ging dus over Dionne Slachter. Of in ieder geval misschien beter bekend als het spook van YouTube. Serieus, kijk even naar deze foto. Dit is toch erg? Dit kan toch niet? Waar kijk ik naar? Dionne heeft bewezen dat iedereen op YouTube succesvol kan zijn. Ook al ben je dood. Serieus, toen Dionne als bezoeker naar de Walibi Fright Nights ging, kreeg ze aan het eind van de avond gewoon betaald. Nou hoor ik je denken, hè, maar Dionne, wie is dat nou precies? Nou ja, ze is niet alleen bekend van haar talentloze YouTube kanaal. Nee, ze heeft ook in een paar films gespeeld. Ze heeft gespeeld in 100% Coco, De Familie Slim, The Ring. The Ring is serieus wel mijn favoriete film. Oké. Genoeg over Dionne haar uiterlijk. Laten we het even over de inhoud hebben. Kijk, tijdens het schrijven van deze roast kwam ik erachter dat Dionne en ik best wel veel gemeen hebben. We maken allebei video's met kleine YouTubers. We kunnen allebei niet zingen. En we zijn allebei stiekem een man. Over mannen gesproken. Dionne, wie is nou precies je vriendje? Wie is je vriendje? Is het dus David? Is het Kai? Is het Tony Junior? Of is het deze dude? Ik weet het gewoon niet. Geloof het of niet, maar Dionne heeft zelfs eens een keer een relatie gehad met een alien die van poepseks hield. Dionne heeft zoveel YouTubers al gehad dat ik mezelf soms ineens afvraag of ik niet dan toch vreemd ben gegaan met Dionne ofzo. Serieus, al jouw ex-vriendjes horen eigenlijk gewoon in een gevangenis te zitten wegens pedofilie. Serieus. Meneer de agent, ik zweer het u. Ik ben geen pedofiel, oké? Vriend, luister even goed naar mij. Je hebt een seksuele relatie met een meisje dat elke dag met speelgoed speelt, kleurplaten op de arm tekent en wat elke dag slijm maakt. Ga je mij niet vertellen dat jij geen pedofiel bent? Oké, ja, doe maar. Al jouw vriendjes hebben in ieder geval één voordeel en dat is op zich wel handig als je het vriendje van Dionne bent. Je hoeft gewoon 's ochtends nooit je alarm te zetten. Ik bedoel, ik zou me ook wakker schrikken, hè? Als mijn vriendin er elke ochtend uitziet alsof ze een hartaanval heeft gehad in de slaap. Oh. Oké. Ik heb een geheimpje voor jullie. Dionne is stiekem gewoon een vrouw van 27 in het lichaam van een 10-jarig jongetje. Oh, een lichaam van een 10-jarig jongetje. Oké. 10-jarig jongetje is een beetje lullig. Dus eerder een 10-jarige depressieve psychedelische albino met een suikerspin op zijn hoofd. What? 27 trouwens. Dionne is 27. En ze speelt met speelgoed. Dat is echt by far het allertofste wat ik ooit gehoord heb. Ik zweer dat je toen mijn moeder 27 was, het enige waar zij mee speelde was de pik van mijn vader. En daar is ook niet heel veel goeds uitgekomen als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het over mijn broers. Ik heb het niet over mezelf. Speelgoed is niet het enige wat Dionne heeft. Dionne heeft ook nog een persoonlijkheid. Stoornis. Echt, serieus. Dionne is gewoon elke maand gewoon weer een andere Dionne. Het is echt zo vreemd. Zo heb je bijvoorbeeld schattige Dionne, sexy Dionne, korte pittige Dionne, gothic Dionne, Sims Dionne, meesteres Dionne. En
zo knol, Dionne. Wat is dit? Ik heb geen idee. Alien cumshot, Dionne. Oh my god, ik zie voor het eerst Kelvin's penis, Dionne. En tot slot heb je de... Sorry, ik moet even weg. Sorry. Nee! Oh, hoe kom je aan die foto? Dat is echt heel gênant. Ah! Mijn tieten zijn te klein! Dionne is op deze foto een soort van Yvonne Jaspers tijdens de opnames van Boer Zoekt Vrouw. Maar dan Yvonne Jaspers met het syndroom van Down. Oh, Kelvin! Je mag even grapjes maken over het syndroom van Down. Mag echt niet. Jawel, dat mag wel. Dan heb je nog Dionne haar stijl. Ze heeft een soort van apart stijltje. Mensen noemen dat nogal alternatief. Ik noem het liever alternatieves. Wat betekent alternatief nou precies? Dat heb ik even opgezocht en er komt als volgt iets uit. Nergens anders mee te vergelijken. Voorbeeld, mijn zus kleedt zich erg alternatief. Synoniemen, apart, bijzonder, speciaal, ongewoon. Oké, het is dus speciaal, bijzonder en ongewoon. Maar wat me dan opvalt is dat je op YouTube gewoon exact dezelfde kopieën van Dionne hebt. Maar dan uit andere landen. Ik zweer het je echt. Kijk, hier heb je de Russische Dionne. Dan heb je nog de Zweedse Dionne. De Amerikaanse Dionne. Hoe kan je dat alternatief noemen? Terwijl het allemaal gewoon in de basis precies hetzelfde is. Dit is alternatief, oké? Oké. Dionne mag dan wel alternatief zijn of iets. Maar ze heeft wel iets leuks of zo. Ze is een beetje als de zon. Gewoon eigenlijk fucking lekker. Totdat je te dichtbij komt en je ogen wegbranden en je eigenlijk dood wil. Ah! Jeetje, Kelvin. Zo hard. Nee. Ik begrijp je. Ik zie mezelf ook het liefst niet van dichtbij. Wat me ook opvalt is dat Dionne eigenlijk gewoon niet kan lachen op foto's. Ik zweer het je. Als je naar de Instagram gaat, zie je alleen maar zulke soort foto's. Het zijn gewoon echt alleen maar soort van suïcidaal-achtige foto's. Waarvan je denkt, ja, ben je eens een keertje blij of zo? Ik heb na lang zoeken één lachfoto van Dionne kunnen vinden. En dat was een gesponsorde foto. Oh ja, nee. Dan gaan die mondhoekjes wel omhoog. Ja hoor, dan kun je wel in één keer lachen. Als je er centjes voor krijgt, nee, dan is het allemaal leuk en prima. Oh ja, kom maar. Ja, oké. Betalen, kut. Wat niet veel van jullie weten is dat Dionne ook een ander YouTube kanaal heeft. Genaamd Tikkie TV. En ik was echt extreem teleurgesteld toen ik erachter kwam dat dit niet een YouTube kanaal zou zijn waar Dionne zichzelf elke week in de fik zou zetten. Integendeel, het gaat over honden. Honden. Hierop doet ze echt onwijs spannende dingen allemaal. Dus echt heel erg spannend om naar te kijken. Oh god. Het is wel leuk, het is wel leuk. Oké, goed, dat is dan maar één video. Maar gelukkig is er elke dinsdag om 3:30 een nieuwe video. Oké, dat gaat hartstikke goed, Dionne. Kelfam, luister, even allemaal goed opletten. Ik wil even een woord van dank uitspreken. Ik had nooit durven dromen dat ik als rooster iemand zou mogen roosten die zowel een eetstoornis heeft gehad als een borstvergroting heeft laten doen. Dat is als rooster gewoon het mooiste wat je ooit kan overkomen. Dat is gewoon zo'n feestje. Krijgen wij daar gewoon een orgasme van. Dus ook meteen het enige orgasme wat Dionne ooit een man gaat geven. Ja. Maar goed, borstvergroting. Jazeker. Dionne Slachter, a.k.a. Onne die de dood itself, heeft een borstvergroting laten doen. Ja, Dionne. Jij had geen tietjes, hè, vroeger. Nee. Nee, dat is jammer. Jij had geen tietjes vroeger. Oh, wat jammer. Oh. No! Oké. Ik moet één ding zeggen. Dat is wel de waarheid. Hoe je het ook bent of keert, Dionne is er wel op vooruit gegaan. Kijk, vroeger zag Dionne er gewoon uit als een onzeker dom meisje. Oh nee, die foto. En tegenwoordig ziet ze eruit als een onzeker dom meisje met tieten. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar de laatste tijd maken ze best ook wel video's met mensen die ook een borstvergroting hebben ondergaan. Zoals Bardo Ellens. Kan niet. Goddammit. Dames en heren, links zien we iemand die dood is. En rechts zien we iemand die dood wil. Hij lijkt gewoon een beetje op een combinatie van Kai van der Ree en mij. Gewoon knap en lelijk tegelijkertijd. Nou, haar hondje is in ieder geval wel heel lief. Ze heet Dolly. Dolly is een leuke naam. Is wel een beetje een vreemde naam. Kijk, dit is ook een Dolly. Zo'n karretje waar je dan je camera op kan zetten. Gebruik jij een Dolly? Zet jij je camera wel eens op een Dolly? Nou, dat lijkt me niet heel verantwoord. Maar ik snap nu in ieder geval wel waarom dat beest zo'n platgestampte kop heeft. Nee, dat kan je niet zeggen. Dat kan je echt niet doen. Je mag echt aan alles komen, maar niet aan mijn hond gewoon. Het hoofd van Dolly lijkt gewoon op een squishy die gewoon nooit is teruggesquished. Mocht je niet weten wat een squishy is, heb je pech. Moet je vaak naar Dionne haar video's kijken. Ik ben bloedserieus. Als je niet weet wat een squishy is, kun je gewoon even op Dionne haar kanaal kijken. Ze heeft volgens mij een video die gaat over squishies. Of twee video's, of drie, of vijf. Vijf video's over hetzelfde. Dionne doet dat wel vaker, hè. Dat ze gewoon fucking veel video's maakt over één hype. Volgens mij heeft Dionne vaker video's gemaakt over slijm. Dat Gio video's heeft gemaakt over seks. Oké, Kelfam. Laten we het niet alleen over het uiterlijk van Dionne hebben. Dionne heeft ook een YouTube kanaal en die heeft daar een serie genaamd Leuk of Meuk. En voor de mensen die de serie niet kennen, het is eigenlijk gewoon een soort van kinderversie van Tinder. Je ziet iets, je bepaalt of je het leuk vindt of niet, en daarna stop je het in je vagina. Kelvin, even rustig joh. Dionne stopt het niet in de vagina. Ze stopt de pik er alleen in. Duidelijk.
Nou, als je na mijn onwijs duidelijke beschrijving nog steeds niet weet wat leuk of meuk is, hier even een kort fragmentje. Als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat ik een groot fan ben van Wobble Bubble Ball producten. Wobble Bubble Ball producten. What are you doing? Dionne kan gewoon elke naam ever bedenken bij elk ding ooit. En haar doelgroep gelooft het gewoon. Nou, vandaag ga ik de Wittel, Mittel, Tittel, Petittel testen. Vandaag speel ik met de Rambo Wambel, met Jambel Tambel. Vandaag is het tijd voor de Dola Mola, Cola Tuthola. En als het dan nog niet genoeg is, maakt ze ook slijm op haar YouTube-kanaal. Oké, okay? Dat is weer zo typisch Dionne. Je gooit gewoon allemaal chemische shit in een bak, roert er een paar keer doorheen en doet alsof het lekker is. Eigenlijk gewoon precies alsof Nina 's avonds voor me kookt. En als het nog niet genoeg is, denkt Dionne dat ze nog meer talenten heeft. Ze vindt namelijk ook dat ze zelf kan zingen. Ze doet mee aan It Takes Two. Laten we even een fragmentje bekijken. Ben ik wel benieuwd naar. Target issues, you got them too. Daar ben ik allemaal van you. Oké. Fantastisch. En dan vraag je je na deze hele roast natuurlijk af, oké, wat kan Dionne dan wel? En ik ben erachter. Dionne is namelijk de enige YouTuber in Nederland die met een dode blik totaal interesseloos voor haar camera kan gaan zitten. En alsnog geloven al haar kijkers dat ze video's maken echt leuk vindt. Echt, kijk even naar dit. Welkom weer bij deze gloednieuwe Leuk of Meuk. Jongens, ik heb er zin in vandaag. Ik ben goed gemutst. Hartstikke leuk. Dat geloof je toch niet? Nou, vandaag gaan we weer een nieuwe Leuk of Meuk. Nou, we hebben hier iets. Wow, een slof. Cool man, wow. Een slofje. Ik geef het een dikke vette leuk. Ik wil nu een nieuwe tattoo. Alright, what's good, Kelvin? Bedankt voor het kijken naar deze roast. Dionne, bedankt dat ik jou mocht roasten. Hopelijk heb je er een beetje van genoten. Laat in de comments even weten welke YouTuber ik de volgende keer moet gaan roasten. En dan zie ik jullie gewoon dan weer. Hey, Kelvin, what's good? Wow. Holy shit. Dat was hard. Doe eens gek. Je bent hem normaal genoeg. That's right, let's go. We'll be right back.